Dit is nieuwsuitzending nummer 170. En wij gaan wederom praten met heer Jurk Gliesman over Rulers of Evil. En we nemen hem op vanaf pagina 29. En nu bellen. Hallo. Hallo. Ik was iets later. Ik deed mijn Skype online en toen belde er een vriend op. Via Skype. En toen zei ik, ja, dat kan niet, dat kan niet. Hij zei, ja, dan moet je opnemen en spreken met die eerste. Ja, maar ja, ik heb tegen hem gezegd, het duurt 1,5 stunden en dan kunnen we verder kletsen. Nee, ja, leuk je weer te horen. Ja. Ja. Hetzelfde. Ik ga hem er even bij pakken, want ik heb het voorbereid. Een klein beetje, maar ik had het misschien beter kunnen voorbereiden. Maar ik heb het gewoon zo goed mogelijk voorbereid vanaf pagina 29. Hè? Mm. Even terug. Ja, ik heb ook mijn Duitse dingen daar ook bij. Oké. Okay. Mijn Duitse samenvatting, weet je? Mm-hmm. Die ik heb. Dus als je wilt, kan ik hier in Duits een keer een beetje wat uit het Duits voorlezen. Oh, ga. En zou je misschien voor de continuïteit het laatste stukje van pagina 29 willen voorlezen? Wat die alinea begint met Maarten Luther. Ja, ja, ja. Martin Luther verbracht de jaren die Loyola doorbracht als de herstelling van zijn wonde die hem opgelopen had. Die tijd bracht Martin Luther dus door op de Wartburg, waar hij verstopt werd voor de jagers van het Vaticaan, die hem naar het Concil van Worms, waar hij optrad en gezegd heeft dat hij niet gaat weer roepen wat hij geschreven heeft, gejaagd hebben, want hij was vogelvrij. Ja. En hij heeft die Vatikan dus tegen zich opgebracht omwille van die 95 thesen die hem aan de kerkdeur genageld heeft, maar niet alleen omwille van dat, maar ook nog van andere werken, onder andere het werk van de Babylonische Gevangenschap, ja. Waarin een onderdeel is dat stukje over dat wij al spraken, dat noemt dat schrijven aan de Duitse nobiliteit van de christelijke stands beterschap. Van 1520, waar dat ene citaat uitkwam met de school, waar we al eerder over hadden. En dus, als Martin Luther op die Wartburg zat en die tijd doorgebracht heeft om de Bijbel te vertalen, daar, in die tijd heeft dus Loyola's herstelling, laat ons maar zeggen, mystische visionen voortgebracht. Die hem uiteindelijk daartoe gedwongen hebben om de eer van de kerk in de romantische, ridderlijke manier van de Templaar, van de Tempeliers, te gaan verdedigen. En dus aan de andere hand was Luther bezig met met de vertaling in het Nieuwe Testament in Duits, zodat de gewone mens eindelijk eens een keer de wil van God direct kon lezen en niet meer naar de kerk moest gaan en daarop vertrouwen dat dat wat de priester van de kansel hem vertelde en dat in de Bijbel stond, ook daadwerkelijk zo was. Hij kon het zelf natrekken, hè? Want je moet weten, Bijbels bestonden over het algemeen alleen in Latijn, ja, de dode taal van de Romeins-Katholieke kerk, en alleen de priester mocht de Bijbel hebben en ook niet alle priesters mochten de Bijbel hebben. Je moest als priester bepaalde toestemming hebben om überhaupt de Bijbel te mogen hebben. Ja, niet alle priesters hadden een Bijbel. Ja. Ja. Dat was veel te gevaarlijk voor Rome, want Rome wist, ook al zijn het onze eigen priesters, als zij de Bijbel kunnen lezen, zij kunnen de paus als antichrist identificeren. Ja. Ja, dat wisten ze toen al. Dus Martin Luther heeft daarvan werk gemaakt om het Nieuwe Testament in Duits te vertalen, dat de gewone man op straat de Bijbel kon lezen, het woord van God kon lezen, dat in feite die profetische woorden van William Tyndale doorkwamen, die gezegd heeft tegen een priester van, ik ga ervoor zorgen dat elke boerenjongen de Bijbel beter kent als jij. Dat lijkt me heel erg verstandig, gezien de waarde van duurzame agricultuur. Ja. Ik ben landbouwkundige ingenieur. Hè. Ik vind het echt heel belangrijk dat wij goed omgaan met de grond. Tja, een van de wijnen die ik het liefst verkoop is biologisch, niet gefilterd en zonder sulfiet. Bijvoorbeeld. Waarom verkoop je die het liefst? Omdat die puur natuur is. Hè. Ja. Natuurlijker kun je een wijn niet meer maken vandaag de dag.
Dus. Maar ook überhaupt een van mijn beste vrienden, die heeft ook op de bosbouw. Ik heb een aantal bosbouwers dus ook. Mensen die weten van het bos. En die kunnen ook zo, die kunnen als het ware een stukje kaart nemen van Nederland. En nemen ze een kleurpotlood. En dan zeggen ze, daar moet je dit, daar moet je dat, daar moet je zus, daar moet je zo. En dan kan je zelfs druiven groeien, laten groeien op de Hoge Veluwe. Je moet alleen weten hoe je dat moet doen, hoe dat samen moet gaan. Maar laten we teruggaan naar de ja. Of ja, alleen over de, over de landbouw wil ik nog even één ding zeggen. Want je weet, ik ben altijd gebaseerd op de Bijbel. Hè? Alles wat dat ik zeg, ook in zo'n boeklezingen en zo, is gebaseerd op de Bijbel. Oh. En als je dus landbouw te goed wilt bedrijven, dan moet je gewoon kijken hoe het in de Bijbel gedaan wordt. En daar wordt bijvoorbeeld gezegd dat je je veld 6 jaar moet bestellen en het 7e jaar moet je het laten rusten. Ja. Dat wordt vandaag de dag niet meer gedaan. Hè? Ah, ja. Vandaag worden die toegesmeten met kunstmatige Mesten, met Pesticides en Herbicides. Die grond is dermate verzuurd en vergiftigd, dat het een wonder is dat überhaupt nog iets groeit. Ja, ja, inderdaad, ja. Dus teruggaan naar biologische aanbouw is helemaal niet verkeerd. En daarom vind ik dat in de wijn zo belangrijk. Dat is maar één wijn die ik erbij heb, van al die wijnen die ik erbij heb. Maar die promote ik echt ten zeerste. Ne? Ja, en als je dan nog in de smaakveld kopen, die mensen hem ook, dat is dan goed. Want dan verdien ik er ook iets aan. Maar ik bedoel, wijn drinken is gezond, als je dan niet meer overdrijft. Het staat al in de Bijbel erin. Hè? Noah, als hem van de ark afkwam, wat is hem geworden? Ja. Wijnboer, hè? Ah, ja. 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 Ik weet het. En, is toch een... die ken jij niet, die heette Van Koten en de Bie. Maar onze Nederlandse luisteraars, die weten wel wie dat zijn. En volgens mij waren dat gewoon Illuminati, hoor. Maar die hadden ook zo'n liedje destijds van... Jezus dronk toch ook graag wijn. Maar je mag natuurlijk maar geen wijn drinken, we slaan het op. Ja, nee. Je doet er toch niemand kwaad altijd, mee. Dus, daar is altijd natuurlijk die discussie van, heeft Jezus wijn gedronken? Hmm. Gefermenteerde druivensap? Of heeft hij ongefermenteerde druivensap gedronken? Ja. Dat is niet duidelijk uit de Bijbel eruit. Wat hij gedronken heeft. Maar duidelijk is dat als je de ganze Bijbel bijeenneemt, dat alcohol als een drank uiteraard als een gevaar voorgebracht wordt. Ah, ja. Maar dat is altijd zo met als je te veel neemt. Als je 1 à 2 glazen per dag drinkt, laat ons maar zeggen, maximaal. Ja. Ja. En als je het rustig aandoet en zo, dan is alles in orde, ook in de Bijbel. Ja. Ja. Dan denk ik ook dat de Bijbel daar niks tegen heeft. De Bijbel heeft daar iets op tegen. Als je alcohol drinkt, om in een ruis te vervallen, om bedwelfd te geraken, ja. Gelijk ja. Dat je doet van als je joints rookt en zo, ja. Van die dingen. Als het een vlucht is voor de werkelijkheid, als je denkt, ja, daar heeft de Bijbel iets op tegen. Daar heeft de Bijbel iets op tegen. Als je gewoon een glaasje wijn drinkt voor het gezondheid en voor het genot, dan denk ik niet dat de Bijbel daar erg veel tegen te zeggen heeft. Ja. Ja, precies. Maar goed, we waren hier op pagina 29, want de laatste zin moet ik eventjes nog... Ja, de laatste zin, ja, pak je nog even. Nog afmaken, want ja. Deze parallele en simultane opgaven voor het heilige, dat wat Ignatius Loyola als heilig beschouwt, namelijk de eer van de kerk te verdedigen, uh-huh. In een romantische en ridderlijke manier van de tempeliers, ja. Of wat Luther... als heilig beschouwd, namelijk het vertalen van de Bijbel in de taal van de gewone mens. Ja. Dit definieert de moderne, de conflict van het moderne leven die eronder ligt. Ja. En dit conflict stelt zich uit in die vraag, welke meester moet ik dienen? Ja. Rome, ja. Of het woord van God? Ja. En we hebben ja, verleden keer heb ik ja daarop gewezen, dat een belangrijke keuze is die men moet maken. Mhm. Want in de Bijbel staat al geschreven, je kunt niet twee heren dienen. Nee, dat is echt heel mooi. Oké, dan pak ik nou het woord op, want ik heb pagina 30 heb ik voorbereid. Mm-hmm. In de tijd die ik had. En dat gaat dan over Ignatius de Loyola. Die werd gereinigd door spirituele oefeningen. En dan ging het vooral om zijn seksuele aantrekking die hij voelde naar prinses Katharina.
En die werd overgedragen, die werd getransformeerd door Sint Catherine met een E naar een hogere spirituele hechting, naar een hogere feminiteit, een hogere vrouwelijkheid. Dat ging naar, ik kan je bijna niet voorlezen dit, naar Maria, de koning van de hemel. Koningin. Oh ja, sorry, ja, koningin. Je hebt recht, ja. Een verschijning van de maagd verscheen aan hem op een nacht en bevestigde hem dat hij helemaal vrij was van vleeselijke lusten en hij was het nu waardig om een pelgrimstocht te maken naar Jeruzalem. Mag ik er eventjes onderbreken? Ja, natuurlijk. Een apparition, hier daarvoor staat, dat hem dus nu voor een spirituele attachment, dus aanhechting, klaar was tot een hogere femininiteit, ja, naar Maria, ja, de koningin van de hemel, ja, Queen of Heaven. Ja. Het is heel belangrijk voor onze luisteraars dat ze één ding alstublieft begrijpen. Die Maria, die de moeder van Jezus is uit de Bijbel, is niet die Maria die de Romeins-Katholieke Kerk aanbidt. Amen. Dat verschil ligt hem daarin dat als Constantijn in 321 het Christendom als officiële religie voor het Romeinse Rijk bestemd heeft, dat men al de heilige goden en godinnen van het heidendom overgenomen heeft in het Christendom en dat, ja, gewoon christelijke namen gegeven heeft. Ja. Een van de meest interessante voorbeelden die je dagelijks kunt bekijken is onder andere de statue van Petrus in de Vaticaan, in de Dom van St. Pieters in de Vaticaan. Die komt uit het Parthenon en is eigenlijk een statue van Jupiter. Ja. Is gewoon hernoemd. Nu, de heiden hebben door de verschillende empires, imperia heen, van Babylon via Medo-Persia, Griekenland naar Rome, altijd één vrouw bijzonders gewaardeerd. En dat was Semiramis. De vrouw van Nimrod. Ja. De moeder van Tammuz. Exact. En zij is diegene die ook in, slaag mij dood als ik het niet precies weet. Ik dacht Jeremia 44, vier keren vernoemd wordt, die Queen of Heaven, hè, die hemelskoningin. Die heeft dus in elk imperium een andere naam gehad. Ze noemde Semiramis in Babylon, ze had een andere naam in Medo-Persië, ze had een andere naam, onder andere Persephone en zo dergelijke in Griekenland. En ze had een andere naam in Rome. En nu Rome zich omgarnd heeft, of zich verstopt onder de mantel van het Christendom, heeft deze hemelskoningin gewoon de naam van de Maria aangenomen. Ja. En dus als Ignatius van Loyola hier zijn leven in feite wijdt aan de hemelskoningin, doet hem het niet aan de Maria van de Bijbel, de lichamelijke moeder van Jezus, ja, ja, de mens, Heer, als hem op aarde kwam, van onze Heer. Maar hij doet dat aan de hemelskoningen, de heidense hemelskoningen. Ja. Ja. En als je dat geschiedenis niet kent, als je deze achtergrond niet kent, dan zijn zoveel dingen allemaal niet logisch. Omwille van dat heel veel mensen, Perry, nog altijd de fout maken, de Romeins-Katholieke Kerk als christelijke kerk te identificeren. Ja. Ja. Dat is het probleem. Daarom willen zoveel mensen met het christendom niks te doen hebben. Omdat de Romeins-Katholieke Kerk het christendom zo'n slechte reputatie geeft. En dat is tevens de waarde van het christendom. Want als wij niet zoveel waard waren, dan als onze aanwezigheid niet, zo niet dat jij en ik zoveel waard zijn, maar wij christenen, als die gedachte niet zoveel waarde had,
dan had de Romeins-Katholieke Kerk daar niet zoveel geld in kunnen verdienen. Om die esoterici hier maar eventjes om de oren te mappen. Zo boven, zo beneden. Goed, ga ik even verder. Hè? Mm-hmm. In de mening van Maarten Luther was het zo dat voor zover het God aanging, dan was Jeruzalem en het hele heilige land, dat was niets meer of minder interessant dan de koeien in Zwitserland. Ja. Nou, daar mag je even op reageren, want dat is een mooie zin. Dat is een schitterende zin. Ik was er al heel die tijd in gedachten voor aan het lezen, als jij die aan het lezen waart. Ja. Maar dus eventjes wil ik in de teruggaan naar wat je zegt van Pilgrimage naar Jeruzalem. Dat is een bedevaart, die hij onderneemt. Dat we eventjes een keer dat juiste Nederlandse woord ook nemen, dat iemand dat begrijpt. Pelgrimstocht is ook correct Nederlands. Een pelgrimstocht, ja. Maar dus dergelijke woorden, gelijk dat we nu zeggen, dergelijke dingen, dat is dus alleen iets dat in de Romeins-Katholieke Kerk vereerd en voorgeschreven wordt en wat daar tot het catechisme hoort en niet in het christendom. Ja. Ja. Zeker omwille van dat het hier naar plaatsen gaat van waar doden zijn en het werk, het echte christendom vereert geen doden, bidt niet voor de doden, ja. Ja. Maar de Romeins-Katholieke Kerk doet dat wel. Nu, in Martin Luther's mening was dat zover als het God betreft, zijn Jeruzalem en dat hele heilige land geen stuk meer waard of interessanter als de koeien op de weiden in Zwitserland. Ja. En dat zei hij op een tijd waar de Zwitserse chocolade nog niet zo bekend was, die men van de melk van die koeien daar maakt. Mm-hmm. Ik vind dat gewoon een schitterende zin. Ja. Luther bewijst ons hier in deze ene zin dat hij de Bijbel ten opzichte van de meeste mensen begrepen heeft. De meeste mensen hebben die Bijbel niet begrepen. Er zijn geen heilige plaatsen op deze aarde. Alles wat hier heilig was, heeft Jezus aangekondigd dat het zou kapot gemaakt worden. Ja, natuurlijk. En dat is gebeurd, in 70 na Christus. Als de 10e Romeinse legioen onder aanvoering van prins Titus, de zoon van Vespasius, de Romeinse keizer op dat ogenblik, Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt heeft en daarvoor gezorgd heeft dat wat Jezus ervoor voorspeld heeft in Matthäus 24, dat namelijk geen steen op den ander van die tempel zou blijven staan, is ook zo. In de werkelijkheid omgezet heeft. Daar is niks heiligs meer. God verblijft niet meer in tempels of in gebouwen gemaakt van Menschenhand. Mhm. Wij zijn de tempel van God, unser Lichaam. Gott ist in uns. Mhm. Ja, das ist auch later noch sehr belangrijk, als het gaat over die Identifikatie van de Antichrist, waar er zegt van, hij komt uit het lijf van Christus. Ja, wat is het lijf van Christus? Wij allemaal, hè? De Christenen zijn de lijf van. Uit onze midden komt of kwam de Antichrist, de paus in Rome. Maar ik twijfel. Nee, helemaal niet. Ik sluit hem even af, want ik vind het heel belangrijk wat je gezegd hebt. En ter afsluiting wil ik zeggen dat er is iets met de occidentale mens. Dat heet de westerse mens. En het avondland heet het ook wel. Dat is ook een favoriete term geweest van Adolf de vioolspeler. Adolf Hitler. Mm. Ja. En Israël is een heel erg mooi avondland. Nederland ook. Hè? En Californië ook. Ook waar Microsoft zit, bij Seattle. Dat is allemaal westelijk gebied. In Japan, wat wij de Japanners noemen, die wonen allemaal in het westen. Hè? Daar zit Toyota. Japan zit in het oosten en is dat morgenlanden. Jawel, maar van Japan. Japan is een eiland. Er zit een heuvelrug, een bergrug. En aan het oosten van Japan, ja, daar zit niemand. Iedereen zit in het westen van Japan. Ja, maar Japan, dan kan je zeggen, dat zit dichter bij China. Maar dan toch blijf ik erbij. Dat is wel het westen van Japan. Japan is het meest oostelijke. En de keizer van Japan noemde zich ook the Emperor of the Sun. Ja? Mm-hmm. De keizer van de zon. En het is niet voor niks dat de Japanse vlag een zonnesymbool op wit op rood heeft. Ja, dus
Dat is uiteraard wel het oosten, maar als je natuurlijk van het oosten altijd maar naar het westen gaat, ga je uiteindelijk terug in het oosten terechtkomen, hè? Ja, de westen. Ik dwaal nu ook heel even af en dan gaan we weer voorlezen voor de luisteraars. Maar de westerse mens, dat is als het ware de mens die de avond langer wil laten duren. Die jaagt de zon achterna totdat hij bij de kust komt. En dan kan hij niet meer verder. Maar het is de opgejaagde, opgewonden mens. Terwijl de Oosterse mensen, weet je ook wel, die zijn veel meer ja, in zichzelf gekeerd en rustiger. En die twee, die gaan dus tegen elkaar in. En Israël is een heel interessant westers land, omdat het ook oosters is. Het is een beetje een verbinding. Dus ik snap heel goed dat het spelletje daarom gaat. Ja? Ja, maar het spelletje gaat alleen daarom, omwille van dat mensen de Bijbel niet begrepen. Ja, natuurlijk. En niet begrijpen vandaag de dag nog altijd Je niet. moet gewoon. Daar is niets heiligs aan Jeruzalem op deze aarde en daar is niks heiligs aan Israël, de staat Israël op deze aarde. Helemaal niet. Als Jezus komt en zijn koninkrijk brengt en hij komt met het nieuwe Jeruzalem, dat heeft niks te doen met het Jeruzalem dat hier op aarde was. Dat is iets compleet anders. Oké, ik Dat ga is weer voorlezen. spiritueel Ja, probleem. Ja, maar ja. ik wil maar hebben, dat is heel belangrijk, omdat mensen altijd zeggen van, ja, maar dit is toch heilig of dit is heilig. Nee, er is niks heilig. Dat enige dat heilig is, wie kan iets heilig maken, Perry? Ja, ik niet. Ja, dat weet ik. Daar Ik is ben. maar één die iets heilig kan maken. Ja. Diegene die zelf heilig is. God. En wat wij hier zo genoemd als heilig noemen op deze aarde, is allemaal heilig gemaakt door mensen, voornamelijk door de paus. En de paus is niet God, ook al beweert hem het. Maar hij is niet God. Hij kan ook niks creëren, hij kan niks scheppen, hij kan niks maken, hij kan alleen maar stelen. Wat ik ook zo. En hier kon het ook trouwens in het forum, maar ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk zitten allemaal van die fricties. Nou, die mensen, ze zijn geen eenheid. Want ze hebben een of ander spelletje afgesproken met iedere maand. Ja, je kent het allemaal wel. Maar dat is het. En daarbinnen zit het allemaal te vibreren. En dan hoorde ik ook via, wat was dat, Greg Anthony of zo? Met Trump. En die heeft dan een hoofdman aangesteld. En die heeft dan een kardinaal. En die zitten ze echt in het Vaticaan ingewurmd. En ze zijn met z'n allen tegen het liberalisme. En ik snap ook echt niet waar die man het over heeft hoor. Over Paus Franciscus. Dus er is binnen de katholieke kerk momenteel alweer een soort van. Die lui moet echt. Oh, ja, ik snap. Je hebt Ik zit er maar naar te kijken. Dan denk ik, waar zijn die mensen mee wat jij in bezig? feite wat jij in feite met veel woorden wil zeggen, is van dat je binnen de Romeins-Katholieke Kerk en binnen de Orde van de Jesuiten eveneens hetzelfde pendulum hebt van de grootvaders klok dat van rechts naar links waait, gelijk dat je dat hebt in de wereldlijke politiek, waar dat zij ons van rechts naar links kan duwen, maar dus dat enige wat verandert. Dat Pendulum van de Glock, dat van rechts naar links uitslaat und dann von links zurück nach rechts, das Einzige, was das Pendulum gaat verändern, sind die Weisers auf het Zifferblatt von der Glock bovenaan. Und diese Weisers fordern allein die Agenda von der Antichrist, von der Paus. Und uiteraard sitzen in der Jesuitenorde, binnen der Jesuitenorde und binnen der Romeins-Katholieke Kerk, Strome von der rechten Kant und Strome von der linken Kant. Most Holy Ministry, denke ich, ist die Website von der hele ultra-rechtse Katholiken, die elke Paus inklusive nach Johannes den 23., die das Zweite Vatikanische Konzil abgerichtet hat in 1962, die elke Paus inklusive hem nach ihm beschauen als Antichristen. Und die sagen bevorbild Paus Johannes Paulus II. Was de Antichrist. Um Wille von, dass er so ökumenisch was. Er hat die Meetings in Assisi getan in 1986, war die Romeins-Katholische Kirche unter
sich zusammengetan heeft met al de verschillende andere religies, met Islam, met Hinduisme, met Muslims, met Schamanen en dergelijke, wat er allemaal was in 1936, kijk dan een keer naar dat meeting van Assisi. Het was op basis van Paus Johannes Paulus II. Zij beschouwen hem als de Antichrist. Ja? Paus Franciscus, die wij nu op dit ogenblik hebben, wordt van hun beschouwd als een van de meest linkse pausen die we ooit hadden, omdat bij hem is iedereen welkom in de kerk. En dus de rechten, die tridentiale, noem ik ze, tridentiële Jesuiten, dat zijn diegenen die hun geloof 100% opbouwen op het Concil van Trient. Dat liep tussen 1545 en 1563, dat opgericht werd door de Jesuiten. Daar komen we later misschien nog een keer op hier in dat boek. Ob das Konzil nach dass Paul III. Die Jesuiten zulässt als Orde, in einem von der folgenden Kapitels kommen wir da, als wir das Buch weitergehen, ja, lesen, ja, ja, ja. Aber ja. Das, in dat Konzil von Trient werden mehr als 120 Verfluchungen ausgesprochen gegen sogenannte Heretikers. Ja? Heiden, ja, afvallig. Ketters. Ja, Ketters, sorry, niet Ketters. Ketters, ja, dat is afschonen. Dan leren onze luisteraars ook, maar onze Nederlandse luisteraars ook maar een keer Duits. Kan je nog een keer op vakantie naar een mooi land met aardige mensen? Waar is de Bahnhof? Dan gaan we door. Ja. Ja, nu heb je me een beetje van mijn paard gebracht hier. Dus dat Concil van Trient, die ketters, ja, daar waren we. 1545 en 1563 heeft dus 120 vervloekingen uitgesproken tegenover ketters, heretikers. Mensen die dus bijvoorbeeld het dogma van de transubstantiatie niet accepteren. Ja, waarom ja, zou je dat de transubstantiatie, waar we dus in de Eucharistie, in de Romeins-Katholieke Mes, waar de priester met de woorden hoc est corpus meum, ja. Jezus Christus ja. vanuit de hemel beveelt in deze hostie, in dat stuk brood te komen dat hij heeft. En dat dit stuk brood dat de priester op dat ogenblik in de hand houdt en dan iedere gelovige die voor hem kniet en hem dat te eten geeft, beweert dat door het spreken van deze formule van hoc est corpus enim meum, deze vijf woorden in Latijns, dat daardoor deze hostie het vlees, het bloed, de lichaam, de ziel, de ganze goddelijkheid en de ganze menselijkheid van onze Heer Jezus Christus wordt. Wie dat niet gelooft, is volgens de Romeins-Katholieke Kerk vervloekt. Wie de mentale reservatie hierbij invoert en zegt van, ik doe dit maar in herdenking aan Christus, zoals Christus bevolen heeft om te doen, die is volgens de Romeins-Katholieke Kerk vervloekt. En daar zijn dus, dat is dus de heel rechte wingvleugel van de Jesuiten, ja. Ja. Die zijn dus tridentiaans, of hoe je het ook wilt noemen, dus uit het Concil van Trient volgende, ultra-rechtsgerichten, die dus al die pausen van Paus Johannes den 23. af aan bekijken als antichristen. Omdat die hele ecumenische beweging volgens hun de politiek van de Romeins-Katholieke Kerk verwatert. Omdat ze zeggen van die anderen horen er niet bij. Zij willen geen eenheid met het ecumenisme. Zij willen die heretikers, de ketters, vernietigen. Nog even over de etymologie van het woord ketter. Dat komt uit het Grieks. En het Griekse woord is katharsis. Dat betekent zuivering. Dus een ketter, een kataar, die worden ook wel de Albigensers genoemd. De kataren, dat waren dus de zuiveren. Onzuivere mensen. En daar heeft de paus een pesthekel aan, want het is de paus heeft het liefste dat de supporters van PSV lekker gaan meppen met de supporters van Ajax.
Dan kan de paus tenminste de politie erop afsturen. Met 10 busjes. Om nog maar te zwijgen over de supporters van de ISIS en de ISIL. Die zullen misschien ook wel ruzie hebben onder middelen. Maar goed, gaan we verder doorlezen, ja? Maar voor een spirituele strijder die bereid was om de kerk te leiden in een oorlog tegen de schrift, was het winnen van Jeruzalem een absolute noodzaak. Jeruzalem was het domein van King Salomo, was de omgeving van de tempel van King Salomo, koning Salomo, sorry. Het geo-spirituele centrum van de tempeliers. Zoals omdat Ignatius de tempeliers zou doen herleven zoals de keizer hem vroeg, was het liturgisch verplicht dat zijn nieuw gewassen geest zichzelf zou presenteren in de heilige stad voor de initiatie in de mysterie van de heilige oorlogvoering. Ik zak echt van mijn bed af. Wat is dit? Dat heb je schitterend mooi vertaald. Dank je. Ik val er gewoon stil bij. Dit is allemaal gebeurd met die Ignatius dus. Man. Die heeft wel een hoop gereisd. Hij heeft meer gereisd dan ik. En dat ook met de voeten en zo. Hè? Met een schip. Ja, dat krijgen we dadelijk nog. Maar zijn reis naar Jeruzalem heeft hem alleen maar een pak slaag opgeleverd. Dus dat was niet het succes dat hem graag wilde. Ja. Ach, die arme Ignatius toch, ja. Alle pelgrims die naar het heilige land... Alle bedevaders. Ja, pelgrims is een Nederlands woord ook, hè. Bedevaders mag ook. Alle bedevaders naar het heilige land werd verlangd om aan de paus te vragen... werden verlangd om te verschijnen bij de paus... Oh ja, dat was hem ook, dit heb ik ook gelezen. Bij de paus tijdens Easter. En dit zeg ik even letterlijk, want dan kunnen we het zo dadelijk over gaan hebben welk feest dit nou precies is. Hè? Want ze moesten aan de paus vragen of ze bij... Ze moesten bij de paus verschijnen om door te mogen reizen naar Jeruzalem dus. En in het vroege maart van 1522, meer dan een jaar daarvoor, ging Ignatius naar Rome... in zijn aristocratische mooiheid. Hè? Gezeten op de rug van een muilezel. En de corrupte paus Leo X, die was daarvoor vroeg overleden aan malaria. En op januari de negende... Oh jee, dan moet ik even... Heeft konings Karel Habsburg, en die was koning en keizer, en die had ervoor gezorgd om een unanieme verkiezing te doen van zijn eerdere leraar Adriaan Dedal. En die werd dus, oh dan snap ik hem weer, toen hij ging die overleden paus de tiende opvolgen en hij werd Adriaan de zesde. Ignatius ging naar Rome, toevallig met Adriaan, dus die komstige paus, zijn reis door Spanje naar Barcelona. Dus ze reisden allebei op hetzelfde moment door hetzelfde land in dezelfde richting. Dat is toch raar, hè? Hm? En het... Oké, en ze gingen naar Barcelona en dat was de plek waarvan je kan vertrekken per boot naar Italië. En Barcelona, dat ligt toch in het noorden van Spanje? Ja. Dus dan moet je helemaal om Spanje heen en dan nog naar Italië zo. Oké, zal. Je moet helemaal om Spanje heen. Je moet Barcelona ligt in het noorden van Spanje, dan zijn we toch in de Mediterraanse Zee. Dan ga je langs Frankrijk en de kust en dan zijn we toch in Italië.
Nee, als je in het noorden van Het Spanje ligt bent. in het, ja maar Barcelona ligt aan de Middenmeerkust, niet aan de Oh, Atlantische kust, hè? even opzoeken. Ja, even voor alle duidelijkheid. Barcelona ligt in Catalonië, niet in het Ja, Baskenland. ik pak Hij het even kwam mee. vanuit het Baskenland, ja? En hij ging door Spanje heen naar Barcelona, in het noordoosten van Spanje. Ja, hij zelf was in het Noordwesten. Barcelona. En die toekomstige paus ging eveneens dezelfde richting Ja, uit. Ze gingen je hebt allebei gelijk, je naar hebt gelijk. Barcelona om Ik daar ben een in de stukje. war. Ik ben in de war. Ja, tuurlijk heb ik gelijk. Ik weet dat. Ik weet Ja. waarover ik spreek. Anders spreek ik niet. Anders spreek ik niet. Dat is dus de Middellandse Zee. En je bent vandaar, zei hij, redelijk, Ja, lijkt me redelijk wel, dicht bij ja. Italië. Ja, dat is een reis dan naar Italië, die ze gingen doen. Dus het leuke was dat zowel Inigo als de nieuwe paus op dezelfde reis waren naar Barcelona om daar een schip op te gaan dat hun naar Italië en dus naar Rome zou brengen. Maar de nieuwe paus stopte in Navarre. En dat is in Noord-Spanje, dat is eigenlijk die streek waar Inigo vandaan komt. En hij heeft daar een officiële ontvangst bij de hertog van Narara's opvolger meegemaakt. En Inigo stopte eveneens in Navarre om een paar onbeschrevene zaken te kunnen gaan doen op de residentie van die hertog van Navarre. Dus misschien, en dat is een beetje een gissing die de auteur hier moet doen, op basis van dat allemaal geschiedenisachtig niet 100% belegd is voor ons om te zien. Is het mogelijk dat de toekomstige paus Inigo daar ter plaatse bij de hertogsresidentie van Navarre een privé-audiëntie gaf? Ja, echt, ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Allemaal heel erg toevallig. Oké, en dan daaropvolgens ging de pelgrim, dus de bedevaartsganger, dat is dus Ignatius de Loyola, die heeft een hele nacht lang een waken gehouden. Dat betekent dat je s'nachts niet gaat slapen. Bij de kapel van de maagd van Aranzazu. De beschermheiligeres Van de Basken. van de Basken in ieder geval. En hij gaf zijn eed voor kuisheid aan haar smalle, donkere beeld. Hij ging verder naar Montserrat, waar hij logeerde, waar hij verbleef in een Benedictijnse abdij. Daar gaf hij zichzelf aan de diening van God van een ander beeld van de maagd, de zwarte Madonna van Montserrat. De beschermheilige, maar dan vrouwelijk, van Catalonië. De patronesse van de christelijke winning of christelijke overwinning. Verovering. Verovering, ja. Deze spirituele oefening moet. Ik moet even naar de volgende pagina. Even kijken hoor. Het Deze moet zeer spirituele intensief oefening. geweest zijn, Ja, want in de tot late. in de late namiddag van de derde dag. Want Inigo heeft zijn kleren verwisseld met een bedelaar, heeft zijn zwaard opgehangen en zijn dolk ook opgehangen aan de shrine van de Madonna en heeft zijn ezel aan de abdij gegeven. Dus al zijn, tussen aanhalingstekens, bezittingen die hem had, ja, al zijn mooie kleren, ja, want hij was ja een adelige, geeft hij aan een bedelaar, hangt zijn zwaard en zijn dolk aan de schrijn van de Madonna en geeft zijn ezel aan de abt van het klooster. En terwijl Adrianus de Zesde doorging naar Barcelona, ging Ignatius te voet naar Manresa. Een ommeweg.
Ja, precies. Die Towers, ja. Die toer, een omweg. Nam Ignatius een omweg naar het dorp van Manresa. En daar verbleef hij voor 10 maanden van boetedoening en spirituele voorbereiding. En ik zou zeggen, Niet spreken. Dat is een no, tijdpot. note talk, note No, taking. note taking, ja, dus een Ah, nota's nemen. en verlost van alles, maar een wat kleren, iets te drinken en Een een. zak in die hem verbleven. Sackcloth is eigenlijk een zak, hè? We verblijven in zak en as, gelijk het in de Bijbel Ja, staat, hè? zeg maar helemaal Sackcloth niks. and Ja, ashes. sackcloth and ashes. Maar dat is een gourd for drinking, is een drinknap, denk ik dan. Hè. En een pelgrimsstaf, een bedevaartsstaf. Paste hij zijn levensstijl aan de vroege tempeliers, bedelend voor voedsel en aalmoezen. Hij werd ingewijd in de Illuminati, de verlichte. Een geheim genootschap van gnostische fundamentalisten die predikten dat alle materie absoluut eeuwig slecht is. Dus hij werd hier Dit kostte ingevoerd me even een paar ademhalingen, mijn vriend. in de cirkel van de Los Alambrados. Ja, dat zijn die Spaanse Illuminati. Ja, anders spreekt hij over die Illuminati van 1776. Die bestonden toen nog niet. Maar het gaat hier over die Los Alambrados in Spanje. En dat is dus een maatschappij van gnostische fundamentalisten die predikten dat alles materiële compleet en voor altijd kwaad is. De gnostici hebben geleerd dat de mensheid zelf van een satanische oorsprong is. Adam en Eva zijn voor hun de eerste nakomers van de duivel. En de hele mensheid kan alleen verlossing van de dood en eeuwige verdammnis verkrijgen, als de ziel van het lichaam bevrijd zou worden, om van het reine licht, het pure licht van de frommigkeit geabsorbeerd te worden. Dit reine licht, dit pure licht komt van wie? Lucifer, de Ja, lekker ook, lichtdrager, de lightbearer. Ja? ja, ik heb daar een ernstig bezwaar tegen, maar goed. Niet tegen jou natuurlijk, hè, maar. Ja, maar dat is hun leren. Ik lees maar wat hun leren Ja, ze. dat weet ik, Dat is dat in weet ik. feite dat wat hier in de volgende paragraaf staat, hè? Maar even terug naar de Illuminati. Kijk, Jezus heeft geleerd dat hij voor onze zonden gestorven is aan het kruis. Dat betekent dat je verlicht bent. Want dan voel je je niet meer schuldig. Jezus heeft gezegd: mijn juk is licht. Dus als je Jezus volgt, dan ben je Illuminati. En het leuke is, je mag je Bijbel gewoon heel stiekem lezen tegenwoordig. En niemand weet dat jij je Bijbel leest. Dan ben jij lid van het grootste geheime genootschap. Dat wil ik maar zeggen. En dan ben je verlicht. Dan ben je er van af. Kom op. Ik lees weer verder voor. Ja, kijk hoe ver ik kom. Ja, doe maar. De gnostici leerden dat de mensheid zelf van een satanische origine is. En daarom heb ik dat juist voorgelezen. Ja, Dat is precies. al Ja, wat ik juist voorgelezen heb, ja. precies. We kunnen gewoon. En dat Adam en Eva, dat zij de nakomelingen zijn van duivels, met een meervoud. En de mensheid, die kan de dood overstijgen en de eeuwige straf. Kenneth Chiefs of. Ja, dat kunnen ze overstijgen en die eeuwige straf ook. Alleen door zichzelf, door hun ziel te bevrijden van hun lichaam. En zo het pure licht van de goddelijkheid te accepteren. En dit wordt gedaan door jezelf te weerhouden van sensuele pleziertjes en intuïtieve handelingen. En dat wordt ook onthuld door de Kabbala. De Gnostici
de Gnostici hun poging om iets te doen te hebben. Ja, je mag ze dadelijk invallen. Met de fysische kant van onze existentie vertaalde zich in een wildgang van ironisch gedrag. Sommigen praktiseerden radicale celibaas, ja. Want zij geloofden dat het resultaat van seksueel gemeenschap en bevruchting, dat zou alleen maar meer zielen kunnen gevangen maken in fysieke lichamen. Anderen die praktiseerden juist ongebreideld seksueel gedrag om aan te tonen dat ze helemaal vrij waren van fysieke beperking. Dus en, ik kan met andere woorden 24 op 24 uur gaan seks hebben om te bewijzen dat ik zou het willen kunnen. Ja, maar dat is dat. Zo pretentieus zijn die. Nee, maar ik weet niet hoe het in België is of hoe het in Duitsland was. Maar hier in Nederland heb je gewoon eens in de zoveel tijd. Dan gaat de overheid weer via de staatsomroep. Gaan ze omroepen. 2 keer per week seks. Dat zeggen ze gewoon echt, hè? En al die vrouwen gaan ze denken. Ja, ze zeggen 2 keer per week seks. En ze zitten gewoon iedereen. Het lukt ze volgens mij niet echt helemaal goed. Maar ik ken het wel. Weet jij de Hellfire Club? Ken je dat? Nou ja, dat is dingen. William Blair. In San Francisco daar. Nee, ook in Londen was het ook al. Boven San Francisco. Nee, Hellfire Club hangt toch samen met... hoe noemt dat daar? Waar Alex Bohemian Jones Grove bedoel jij? Bohemian Grove, ja. Ja, nee, ik heb het over de Hellfire Club. Dat is de 19e eeuw met William Blair. The Marriage Between Heaven and Hell. Dat is zijn magnus opus. Het huwelijk tussen de hemel en de hel. En van hem is dus een anekdote bekend dat een postbode die belde aan en die had een pakketje af te leveren of zoiets. Of de huishoudster kwam langs, weet ik veel, of de tuinman. En meneer William Blair die deed... Nee, niet William Blair, William Blake. B-L-A-K-E. Blair is die van George Orwell. Nou, William Blake die deed de deur open in zijn blote piemel. En die was lid van de Hellfire Club. En de Hellfire Club, dat waren gewoon allemaal rijke lui. Dat was allemaal heel saai eigenlijk hoor. Maar echt verschrikkelijk saai. Maar dan hadden ze gewoon, dan huurden ze een mooi gebouwtje en allemaal alcohol erin. En dan meisjes die bereid waren om een centje te verdienen. En dan het niet noodzakelijk vonden om al hun kleren aan te houden. Dat was de Hellfire Club. Mm. Ja. Heb ik lang geleden al van gelezen, ja. Ach, maar ik vind het leuk om. Je zou er een leuke film van kunnen maken, dat wel. Maar om het nou echt zelf te gaan doen. Het leuke is de volgende zin, ja. Ja. Dat er weer anderen waren die die twee dan gecombineerd hebben. om dat hypocritische te achtervolgen. Sorry, die hypocritische levens te achtervolgen van celibaat en van hoerderij. Ja. En daarvan maken ze wat. Dat kennen jullie toch allemaal? Ja. Safe sex. Ja, ja. Dat kan helemaal niet. Don't fuck around unless you use a condom. Ja, precies. Then it's okay. Ja. Wel, dat is een heel schoon voorbeeld, Perry. Van thesis, antithesis, synthesis. Ja. Je hebt totale onthouding. Uh-huh. Je hebt totale hoerderij. Aha. Voeg die twee samen en eruit komt safe sex. Ja. Ja, ik begrijp heel goed waar hierop aangestuurd wordt. En ik snap ook totaal dat het helemaal nergens op slaat. Want je kan zo beschadigd raken van seks. Hè? Seks is best gevaarlijk hoor. Voor je ziel. Hè? Je moet het maar een paar keer fout doen. Dan snap je wel wat ik het over heb. En aan de andere kant, en dan gaan we weer verder lezen, maar in het begin van die film Pulp Fiction, die heb je vast gezien. Verschillende keren. Goed zo. Nou, aan het begin wordt er ook stilgestaan bij het feit dat voetenmassage
Dat is al seks. Ja. Maar het is wel safe seks. Van voetenmassage kan je geen, daar kan je niks van krijgen. Dat kan je mij niet wijsmaken. Nee, maar ja, volgens Bill Clinton is een blowjob ook geen seks, hè? Ja, ho, 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 ho. Nee, maar nu ga je eventjes... nu ga je even naar de 10, naar de 100 en de 1000. Maar waarom? Het is toch waar? Een blowjob. Hij heeft het toch beweerd? Hij heeft toch gezegd, I have not had sex with that woman. Ja. Ze heeft me gepept, maar ik had daar geen seks mee. Waren zijn woorden. Ja, ik vind het zelf gewoon echt te ver. Ik vind het... Nee, oké, laten we erover stoppen. Maar ja. Het is ook een vorm van... Nou, ik weet niet of het echt safe is. Als jij over voetmassage begint en zegt van dat het seks zonder seks te hebben, alweer, dat hangt ervan af hoe dat je dat bekijkt. En in feite, om het eens een keer terug op een normaal niveau te gaan brengen, deze conversatie. Dankjewel, dankjewel. Wij hebben hier te doen met mentale reservaties, mentale voorbehouden, ja. Die mensen gaan inroepen. Ja. Die zeggen dat bepaalde dingen gewoon geoorloofd zijn als het doel dat ik wil bereiken om deze dingen te gaan doen, goed is. Ja? Ja, en zo heeft Bill Clinton zijn relatie met Monica Lewinsky uitgelegd. En zo kun je andere dingen uitleggen, gelijk die voetmassage in dingen ook, bij wijze van spreken. Natuurlijk is een voetmassage iets sensueels. Natuurlijk is dat seks, want ik raak die andere persoon toch aan. Ja? Als ik een mentale voetmassage kan doen, dan is dat geen seks, dat zal ik zeggen. Daar ga ik nog even over nadenken, wat je nou als laatste zei. Ja, ja, mentale voetmassage, oké. Okay. Mm. Maar inderdaad, daar begint dus al seks. En dat is, in principe is het... Wat Bill Clinton heeft gedaan met Monica Lewinsky... Dat is gewoon snoepen. Noemen we dat. Ja, gewoon snoepen. Als ik Bill Clinton was geweest... Had ik ook zo'n stagiair kunnen pakken. Alleen, ik doe dat niet. Ik zie het leven als één grote Albert Heijn. Of hoe heet die supermarkt bij jullie in België? De Carrefour bijvoorbeeld of ja, zo? Ja, de Carrefour, ja. Het leven is een Carrefour, weet je wel? Je gaat er naar binnen en je mag pakken wat je wil, maar bij de uitgang moet je eerst afrekenen. En hoe gaat Bill Clinton afrekenen? Want Monica Lewinsky, ja, die had het natuurlijk nooit mogen doen. Was ook natuurlijk was wel een mooie vrouw, maar waarom zou je die mooie vrouw pakken omdat je een president bent? Ik vraag me dan af hoe Bill Clinton dan aankijkt tegen onze, ook die van jou en die van mij, hè? Onze aanwezigheid hier. Ik lees weer even verder voor. Ja, waar we gebleven? Kijk hoor. Safe sex en modernisme. De cultus van Ignatius de Loyola, die koos voor het ascetisme. Waarvan jezelf kastijden. En want Ignatius spendeerde vele avonden in de landelijke gebieden van Manresa, terwijl hij zichzelf sloeg met een... Oh, dat woord heb ik niet opgezocht. Een scorch. Dat zal een zweep zijn, denk ik. Hè? Ja, dat is een zweep, ja. Ja. En die was gevlochten met... IJzeren, stukjes ijzeren, ja, ijzerpunten. En later in zijn leven zou hij besluiten dat die zwepen en die ijzerpunten, dat die iemand zijn sterkte zouden voeden. En dat de godheid net zo nauwkeurig... En dat de godheid even goed nagezocht kan worden door de humane zelfmortificatie, zelfdoding van door de spirituele oefeningen. Uiteindelijk gaat het daarom dat ik door deze, of dat ik hier begrijp als lezer van dit boek of luisteraar van onze video, dat ik begrijp dat met deze spirituele oefeningen, wat Ignatius Loyola daar ook voorbij gebruikt om hem daarbij te helpen. Mm-hmm.
dat hij door deze spirituele oefeningen zijn eigen geest kan afdoden, compleet afdoden, en onder het banner zetten van zijn God. Ja. Nu, als je dan natuurlijk weet dat zijn God de God van de Romeins-Katholieke Kerk is, dat niet de God van de Bijbel is, maar Satan is, ja, dan begrijpt hij, dat hier, en dat komt dan ook op andere plaatsen een keer terug, ik weet niet of dat, ik denk dat jullie dat wel verstaan, gelijk dat wij in Duits dat woord ook zeggen, kadavergehoorzaam, ja, gehoorzaam als een lijk, ja, een mens zonder enige wil of eigen geweten, en daartoe kan je alleen maar gebracht worden door deze spirituele oefeningen. En daarom zijn deze spirituele oefeningen vandaag de dag nog altijd erg in trek, worden overal gebruikt. Uh-huh. En een lichte vorm van deze spirituele oefeningen, geloof het of niet, is de televisie. Uh-huh. Want als je televisie kijkt, zit je in een alpha-staat daarvoor en neemt je gewoon alles op. En je denkt zelf niet meer. En je neemt alles op wat ze je zeggen. Jij gelooft zelfs dat twee torens in de Verenigde Staten van Amerika kunnen vallen omwille van dat er twee vliegtuigen invlogen. Ja. Daar geloofde jij, omdat ze u dat tonen. Dat is een spirituele oefening. Ja. We zitten over het uur. We gaan nog niet helemaal afsluiten. Maar ik wil voorstellen om de volgende alinea, die gaat naar pagina 32 en dat redden we niet, om het nu dus even af te ronden. En dan even terug te gaan naar waar je het net over had. Met die torens en die alfa-staat. En dat we dus helemaal in een soort van een Plato's grot zitten eigenlijk. Nog even een laatste ding. En hoe je daar dus uitkomt. Want als je je Bijbel leest, dan ben je er eigenlijk van af. Dan ben je niet meer boos. Dan snap je ook wel dat dingen gebeuren. En we zitten gewoon met z'n allen wel samen in dezelfde shitzooi. Dat is normaal Engels, toch? Of normaal Nederlands. Nu mag jij. Ja, dus we moeten ons een keer duidelijk worden over van wat was het resultaat van deze spirituele oefeningen. Ja. Ja? Ik heb daar hier mijn Duitse samenvatting heb ik dat geschreven. Zijn bewustzijn heeft zich totaal veranderd. Zijn ziel en zijn hersenen waren gespoeld. En zijn vrijheid werd de autoriteit geofferd. Ja. Zijn individualiteit had zich totaal onderworpen aan de Christus van Rome. Zijn eigen wil existeerde niet meer of was niet meer existent. Hij was nu bereid elke hem opgegeven opdracht aan te nemen, ongeacht hoe erg die omstandigheden ook mochten zijn. Dat was het resultaat van al deze spirituele oefeningen die Loyola maandenlang daar gedaan heeft, als hij zich daar opgegeven heeft. En belangrijk hierbij is te begrijpen, hij heeft zijn individualiteit opgegeven voor de Christus van Rome. Ja. De Christus van Rome, lieve luisteraars, is niet de Jezus Christus van de Bijbel. En ook even tegen de luisteraars, want jij en ik hebben dit al een keer eerder over gehad. Maar als je het hebt over spirituele oefeningen, kijk naar je eigen leven. Ik ben ook de moeder van mijn kind, heel erg, de familie helemaal kapot. Je wordt je huis uitgedonderd als een of andere asielzoeker ben. Je hebt de deurwaarders aan mijn deur. Ja, ik hang aan het kruis elke dag. En ik dank mijn Heer dat ik het toch nog... En waar Ignatius de Loyola wel gelijk in heeft. En niet aan vrouwen hechten. Doe dat niet. Heb respect voor vrouwen. Als je ervoor kan zorgen, ben je een grote jongen. Nu mag jij weer. Ja, ik wil toch nog eventjes de laatste alinea in aangreep nemen. Omdat ik het belangrijk vind om daarmee te eindigen. Dan gaan we volgende keer op de volgende bladzijde bij de Bedevaarder verder. Ja. Maar wat hier nu nog eventjes staat, is toch belangrijk. Want we hebben ja daar juist al vergeleken. Geht weiter, ja, geht weiter, mijn vriend. We hebben daar juist ja even al vroeger al daarop gewezen.
dat Luther en Ignatius van Loyola even oud waren en dus in dezelfde tijd geleefd hebben. En we hebben juist gezien wat Ignatius Loyola doet voor zijn, tussen aanhalingstekens, God. Mm-hmm. Ja? Met zijn spirituele oefeningen en waarom dat naartoe brengt. Mm-hmm. En terwijl Inigo deze spirituele oefeningen uitgeoefend heeft in Manresa, heeft Luthers vertaling van het Nieuwe Testament, dat werd geïntroduceerd aan luisteraars en lezers in Duitsland, in Zwitserland, in Frankrijk, in Bohemia, dat is vandaag de dag Slowakije, Roemenië en Hongarije, mm-hmm. Engeland, en heeft een totaal andere vorm van spirituele oefeningen losgerukt. Mm-hmm. Namelijk spirituele oefeningen in de wil van de God van de Bijbel. Oud en onveranderbaar. Ja, onveranderbaar, ja. Onveranderbaar, ja. En dat was niet alleen uitgedrukt binnen de private imaginaties, visies, mm-hmm. maar in het gedrukte woord. Voor iedereen om te zien. Ja. Die mensen, de volkeren die ermee geconfronteerd waren in ene keer, die dat Nieuwe Testament konden hebben, mm-hmm. die hebben het verslongen. Die hebben het... Ja. Ja, verslongen is het juiste woord, hè? Ja. Verslonden. Die hebben het verslonden, opgenomen. Ja. Gelijk een dorstende ziel die 40 dagen uit de woestijn komt en een slokje water krijgt. Ja. En hebben dat Nieuwe Testament uit de handen gereden van die mensen, zelfs die bladzijden uit de drukkerij ontvoerd, voordat ze überhaupt in de binderij konden komen om een boek te vormen. Ja. Een tijdsgenoot van die tijd, een getuige van die tijd, zegt, dat blad, alhoewel het nog nat was, juist van de druk, werd van de pres direct genomen, onder de jas van iemand verstopt en werd vandaar doorgegeven van de een naar de volgende winkel. Ja, van winkel tot winkel. Ja, ik heet Perry Winkel, dat vind ik toch wel leuk. Ja. Doorgegeven van winkel tot winkel, ja. Om verdeeld te worden. Ja. Ja. Dus hier kunnen we eens een keer zien. Mooi, hè? Wat de geheime spirituele oefeningen van Ignatius Loyola aan de ene kant zijn en wat de openbare spirituele oefeningen van onze Heer zijn aan de andere kant. Namelijk dat woord buiten brengen. Naar al de bedrogen mensen in Europa in den tijd. Ja, prachtig. Hele mooie. Wil je nog wat afsluiten? Dat is een schone plaats om af te sluiten. Ja, absoluut. En dan, ja, ik geef je even de tijd om een mooie afsluiting te maken. Ja, ik heb nu niet zoveel wat ik nu in feite nog wil gaan zeggen. Ik vond het weer leuk om daarmee samen te zitten. Ik vond het interessant om dat boek weer al eens een keer in Nederlands te gaan te bespreken. En dingen aan te halen die ik anders niet aangehaald heb. Als ik dat boek de allereerste keer in Engels gelezen heb, heb ik het nooit op voorhand helemaal gelezen. Maar stuk voor stuk. Dus mijn commentaren waren altijd maar beperkt op dat wat ik er toen gelezen heb. Ik kan altijd zeggen dat... Wat de waarde ook maar is van wat jij en ik tegen elkaar vertellen over dit boek. In ieder geval geven wij les in Nederlands, Belgisch, Duits en Engels. En geschiedenis. Je hebt eigen geschiedenis ook nog. Ja. En ik hoop ook een beetje een Bijbelles. Ja, dat wil ik ook wel. Kijk, als we al betaald krijgen voor de eerste vier, dan mag die 50 gratis. Ja. Kijk, ik krijg voor niks betaald en jij ook niet. Nee, natuurlijk niet. Om dat maar eventjes een keer duidelijk te zeggen aan die mensen. We doen dat uit vrije wil, omwille van dat in de Bijbel daarin staat dat wij de waarheid moeten kontdoen aan iedereen. Ja. En als ik mijn broer lief heb als mijzelf, dan is het eerste gebod dat ik tegen hem de waarheid spreek. En dat ik iemand van die ik weet dat hij een leugen leeft of in een leugen leeft, dat ik hem de waarheid toon. En dat is de reden waarom dat wij deze boeklezing gaan doen. Ja. Dat is niet om onszelf te eleveren, nog naar een hogere plaats te brengen of mij naar een hogere plaats te brengen. Nee, het is bij mij, ik kan tenminste voor mij spreken, het is de Heilige Geest die door mij spreekt en die mij als medium gewoonweg gebruikt om dit de mensen dichterbij te brengen. Ja. Wat die mensen daarmee doen, is hun zaak. Ik kan niemand niet verplichten om ineens een keer de Bijbel te lezen en een gelovige Christ te worden. Mhm.
Ich kann auch niemanden ein gläubiger Christ machen. Gott mag das. Gott ruft die Menschen. Aber ich kann hier und da eine Kerl Korrel lassen fallen. Ein gelegen Kipp, das auf den Weg ist, könnte ich das ein oder andere Korrel abpicken. Mhm. Und sommige Korrel stoten hier Syrup und sommige Korrel gehen binnen gleich Oli. Ja. Die, die gleich Oli binnen gehen, die fühlen die ja nicht. Aber die, die hier Syrup stoten, die gehen hier ergens eine Kerl tot das Bewusstsein bringen, dass, hey, ich muss nicht abletten, welche Korrels ich abpacke. Und dann könnt ihr ja nicht sehen, dass ihr die bessere Korrels nehmt und die schlechtere Korrels lassen liegen. Was ist gut und was ist schlecht? Was ist ein bessere, was ist ein schlechtere Korrel? Aber das bepaalt der Herr. Das bepaalt der Bibel. Ich bin ja nicht, um das zu beurteilen. Perry ist ja nicht, um das zu beurteilen. Beurteilen tut der Herr. Ja. Der Herr. Und nicht wir. Aber wir können allein mal probieren, die Richtung vorzugeben. Hm. Einen Tipp zu geben von such hieris, such daris. Und als es Gottes will ist, dann gar auch jij hem horen aan uw deur kloppen. Yep. Of dat jij open doet of niet, yep. Dat hangt van jou af. Yep. En tot de volgende keer, Perry, zal ik zeggen, dankjewel. God zegene onze luisteraars, beschermen en behoeden hen op al hun wegen. En tot de volgende keer. Yep. Tjus. Yes. Jurk blijft nog even hangen. En tegen jullie zeg ik nu even, ik vind het ontzettend fijn dat je dit uitgeluisterd hebt. En we gaan dus door met de volgende pagina's, want Jurk en ik, als wij iets beginnen, dan maken wij dat af. En jullie mogen er echt naar luisteren, er zit een hele hoop info in. Dus tot de volgende keer. En net als Jurk zeg ik tjus en dag liefjes.